binnen één generatie is de totale ervaring van oorlog en media op zijn kop gezet. Waar we vroeger, tot misschien 15, 20 jaar geleden, eigenlijk oorlog vooral kenden van beelden van CNN, is de oorlog nu opeens dichtbij. Wordt de oorlog in media gemaakt door iedereen, door de soldaten zelf die beelden maken, door jongens en meisjes op de grond die verhalen vertellen hierover op TikTok, op YouTube, op Facebook. De oorlog komt in zoveel verschillende manieren, zo intiem en intens persoonlijk bij ons binnen, dat we meer zien van oorlog dan ooit tevoren. We krijgen de oorlog binnen op manieren en in detail die ongekend is. Granata! Подарунок, Пидор! Yeah! Daarmee is het ook onmogelijk te ontsnappen aan de oorlog en is de oorlog ook intens persoonlijk in plaats van veraf. De oorlog is dichtbij. De oorlog is naast de deur. Good day everyone, operator Starsky. I was trying to find a quiet place because it's kind of windy in Ukraine today. Russian troops who hate everything American and everything Western seem to secretly love English language, and here you can see their helmets with famous words and symbols. Thanks for watching, operator Starsky, over and out. Kijk, de Russische invasie van Oekraïne heeft van ons allemaal ooggetuigen gemaakt van oorlog. Van een stad zoals Kiev, zoals van een land, Oekraïne, dat we misschien hiervoor niet zo goed kenden, niet van dichtbij meemaakten, maar waar we nu deelnemer zijn van die oorlog in media. Elk programma wat we zien, elk stuk wat we lezen, elke link die we aanklikken, elke tweet die we delen, elke post die we favoriten, iets wat we, waar we commentaar op geven, elke app die we openen die iets met deze oorlog te maken heeft, en dat zijn ze allemaal, draagt bij aan een versie van die oorlog maken in media. En wat daarbij zo opvallend is en zo bijzonder en daarmee ons verantwoordelijkheid geeft, is dat die oorlog er anders uitziet voor iedereen. In de zomer van 2021 zijn deze opnamen gemaakt van Kiev. Prachtige stad, hoofdstad van Oekraïne, waar mensen zoals in alle andere prachtige hoofdsteden van Europa genieten van de zomer, muziek in het park, zwemmen in de rivier. Het is een doodnormale dag en dit zien. Nu dat we slechts een paar maanden later zien we alleen nog maar beelden van vernietiging en bezetting en andere verschrikkelijke beelden, is ontzettend confronterend. En waar krijgen we deze beelden? Via hetzelfde kanaal waar we de vernietiging zien. Dus de ene YouTube-link is deze video gemaakt door iemand die op een zomerdag door Kiev loopt. En de volgende YouTube-link is een beeld van kapotgeschoten flatgebouwen. En dan ga je naar TikTok en dan zie je jonge mensen die hier op straat lopen staan voor een kapotgeschoten gebouw en te vertellen met een kek muziekje op de achtergrond dat dit is waar zij leefden. We leven niet meer met media, maar in media. Wat dat betekent, is dat media voor ons zijn zoals water voor vissen. Onvermijdelijk, maar ook onzichtbaar. En dat is een rare gedachte. Hoe kunnen media nou onzichtbaar zijn, terwijl het overduidelijk is dat we ons leven vergeven is van apparaten en beeldschermen en verhalen die ons via de media voortdurend bereiken en bestoken.
En die onzichtbaarheid zit hem eigenlijk vooral in dat er niets meer in ons leven is wat niet op de een of andere manier met media te maken heeft. Hoe we lief hebben, hoe we leren, hoe we werken, hoe we relaties aangaan en verbreken, hoe we contacten onderhouden en de contacten die we hebben. En alles loopt via media op de een of andere manier. Dat betekent ook dat de primaire relatie die wij hebben met de wereld om ons heen, in media, een hele emotionele, een hele intieme, een hele persoonlijke relatie is. Je zou bijna kunnen zeggen, we houden van media. Dat betekent niet dat we media altijd gaaf vinden. Sterker nog, media frustreren, zijn irritant, verleiden ons vaak tot heftige reacties. Hashtag ophef. Maar dat is nou precies wat media met ons doen. Emotionele impact. Juist omdat ze zo dichtbij gekomen zijn. Kijk, als mediawetenschapper is het soms maar erg de vraag van wat mijn verantwoordelijkheid is in een leven in media. Ik kan mensen vertellen over de media, maar dat voelt niet genoeg. En toen Rusland Oekraïne binnenviel en de eerste beelden, de eerste informatie die we daarvan kregen, kwamen via het platform Twitch. Een platform waar meestal gamers hun games live streamen. Wat we daarop zagen was een jonge vrouw die live aan het uitzenden was, dat ze aan het winkelen was ergens in het noorden van Oekraïne. En opeens horen we bommen en ontploffingen in de achtergrond. 22 mensen, goed. Короче, wat wil je nog vertellen? Люди повылезали с икон, вон те, кто живут. Прям, это прямо над нами было. Это прямо над нами было. Dit is hoe de oorlog bij ons binnenkwam. En dat deed me enorm beseffen van dat ik hier een enorme verantwoordelijkheid heb, maar ook een soort van machteloosheid. Ik wil iets doen, iets kunnen doen. Ik heb studenten uit Rusland en Oekraïne die bij mij in de collegezaal zitten te huilen over wat er gebeurt. Ik zie al die beelden binnenkomen op Twitch, op Telegram, op V-contacten, op Facebook, op YouTube, op Twitter, op TikTok. En ik wil grip krijgen op wat daar gebeurt. Al is het alleen maar om daarmee ook het verhaal te vertellen dat we hier allemaal deelnemer zijn. Krijgen al die beelden en al die verhalen volledig ongefilterd binnen. Niet alleen door netjes 's avonds naar het televisiejournaal te kijken, maar gewoon door onze sociale media te openen. Door een app op onze telefoon. Door iets wat we normaal gebruiken voor een lolletje, entertainment. Zoals TikTok bijvoorbeeld, of YouTube, of Vimeo, of Facebook. En opeens zien we daarin ook filmpjes over oorlog, over vernietiging. Zo krijg je eigenlijk een heel ecosysteem van filmpjes over die oorlog, in die oorlog, van mensen die de oorlog letterlijk meemaken en tegelijkertijd er een grap van lijken te maken. Maakt dit de oorlog spectaculair, minder heftig, minder ernstig? Of is dit juist misschien wel in deze digitale context de meest authentieke manier om het over oorlog met elkaar te hebben? In plaats van afstandelijke beelden van voorbijrijdende tanks en bommen die uit een vliegtuig vallen. Die beelden die we kennen misschien nog uit de Eerste Golfoorlog in de jaren 90. De beelden van CNN, bijna live, oorlog in Irak. En nu zien we beelden die gemaakt zijn door mensen zoals u en ik. Door onze kinderen en kleinkinderen met hun mobiele telefoons. Telefoons die ook wij in onze broekzak hebben. Если вдруг вам попадется свободный или брошенный БТР, то сохраняй лайфхак, как его завести. Включаем массу, оба генератора. Теперь втыкаем обогатитель. Опа. Следующий у нас стартер. Все, завелся! Предохранители. Раз, два, три, четыре. А теперь фары и обдув стекла. Прижимаем сцепление. О! И включаем первую скорость.
vanaf het moment, eigenlijk uren voordat het Russische leger daadwerkelijk Oekraïne binnenviel, had de Oekraïnse overheid al een hele heldere en duidelijke mediastrategie. Een paar uur voordat het Russische leger de grens overtrok, zond de Oekraïnse president Zelensky een toespraak uit in het Russisch, gericht aan het Russische volk. Waarin hij zei, alsjeblieft, doe dit niet. Zelensky is een professionele mediamaker. Hij heeft samen met collega's een eigen mediaproductiebedrijf, wat een aantal jaar geleden een televisieserie heeft geproduceerd, waarin hij zelf ook de hoofdrol speelt. De televisieserie heet Servant of the People, een serie die direct na de invasie van Rusland door Netflix beschikbaar werd gesteld wereldwijd. En in die serie speelt Zelensky een man die door een samenloop van omstandigheden eigenlijk tegen wil en dank president van de Oekraïne wordt, op basis van een anticorruptieplatform. Die serie was immens populair in Oekraïne, heeft 3 jaar lang op televisie gelopen. Aan het eind van de serie hebben mensen van zijn productiebedrijf een politieke partij opgericht in Oekraïne, met de naam van de titel van die serie, Servant of the People, en hem als kandidaat voor het presidentschap voorgedragen. En hij won de verkiezingen dat jaar met overgrote meerderheid. Zijn presidentiële staf bestaat voor een belangrijk deel ook uit de mensen van zijn mediabedrijf. En wat bijzonder hieraan is, is niet alleen dat president Zelensky heel goed de media weet te vinden, maar dat hij ook precies voldoet aan de eisen van alle verschillende media. Een filmpje op YouTube veronderstelt andere spelregels als een persconferentie op televisie. En telkens is het verbluffend hoe goed hij voldoet aan de spelregels van de media. De esthetiek van Zelensky. De verschuiving van een president in een pak die mensen formeel toespreekt naar iemand in een t-shirt of een hoodie van de Oekraïnse strijdkrachten. Een man van het volk, onderdeel van het verzet tegen het Russische leger. Verleidt veel journalisten om te veronderstellen dat Oekraïne de informatieoorlog aan het winnen is. Maar is dat zo? Want de informatieoorlog wint Zelensky wellicht hier bij ons, in Nederland, in het Westen. Maar zeker niet in India, of in Pakistan, of in Zuid-Afrika, of in Brazilië, of in Venezuela, of in China. Daar ziet de informatiewerkelijkheid van deze oorlog er totaal anders uit. Daar is Zelensky niet meer dan een pop, een speelbal in de handen van met name Amerika en NATO. Media en oorlog hebben altijd al een innige relatie gehad. Die combinatie van propaganda, misinformatie, pogingen om een technologische infrastructuur te ontmantelen en daarnaast een leger op de grond. Dat idee van hybride oorlogsvoering komt uit het oude Griekenland van Athene en Sparta. Wat uniek is, bijzonder is, aan de oorlog in Oekraïne, aan de Russische invasie van Oekraïne, is hoe iedereen in media maakt over oorlog. Niet alleen maar professionele nieuwszenders, zoals bijvoorbeeld CNN tijdens de Golfoorlog. Niet alleen maar de overheden met hun professionele propagandatechnieken. Niet alleen maar professionele mediamakers die heel goed weten wat ze moeten doen en prachtige camera's hebben en belichting en software waarmee ze perfecte beelden en geluiden kunnen manipuleren. Maar nee, ook jongens en meisjes van 14, 15 jaar, ook
de bakker op de hoek ook een oude meneer die zijn hond aan het uitlaten is en een selfie maakt terwijl hij schopt tegen een tank van het Russische leger. Een high definition shot. Alles en iedereen maakt media. Alles en iedereen vertelt verschillende verhalen over deze oorlog. Het lijkt zo alsof de strategie van de Russische overheid, en met name van president Poetin, in vergelijking met Zelensky, op zijn zachtst gezegd weinig succesvol is, nogal krampachtig overkomt. Poetin laat zichzelf graag het liefst zien en filmen in klassieke contexten, achter een bureau, geeft lange, droge, vaak heel rationele speeches, komt niet of nauwelijks naar buiten, staat niet in de stad, onder het volk, bij het leger, gezeten aan lange tafels, ver weg van iedereen. Maar dit is ook een beetje een illusie. De oorlog in Oekraïne begon niet in februari 2022. De oorlog in Oekraïne begon al 10 jaar geleden. Rusland is al meer dan 10 jaar bezig in Oekraïne met een informatieoorlog, met een hybride oorlog. Dat gaat vooral eerst via misinformatiecampagnes, propaganda, consistent het verhaal vertellen dat Oekraïne eigenlijk een onderdeel is van het grote Russische Rijk en dat er een paar mensen in Oekraïne zijn die de zaak eigenlijk verpesten voor alle anderen, die door Rusland stevast worden bestempeld als nazi's. En dat verhaal wordt eigenlijk al consequent uitgedragen, al 10 jaar lang. Многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле. Это первые строчки. Sinds het aantreden van Poetin in 1999 heeft hij stelselmatig, stap voor stap, de vrije pers in zijn land aan banden gelegd. En dat is heel voorzichtig gegaan. Niet in één keer censuur voor iedereen, maar steeds meer spelregels. Hier mag je het wel over hebben, hier mag je het niet over hebben. Om een licentie te krijgen moet je aan deze nieuwe regels voldoen. En langzaam maar zeker heeft hij steeds meer controle gekregen over de Russische media. En sinds de invasie in Oekraïne is deze controle eigenlijk totaal geworden. Door een dreiging van 15 jaar gevangenisstraf aan alle media in Rusland die niet aan alle spelregels van de Russische staat voldoen. En wat verbluffend is in Rusland, is hoe dit verhaal gedragen wordt. Niet alleen maar door Russische staatstelevisie, die doen wat de Russische overheid zegt. Daar zijn ook regels voor uitgevaardigd van hoe zij over deze oorlog mogen praten. Bijvoorbeeld niet als een oorlog. Maar ook door het volk. Een van de belangrijkste propaganda-instrumenten van Rusland in Rusland zelf over deze oorlog is de campagne rondom de letter Z. De Z als een soort symbool van steun voor het Russische leger in Rusland zelf. Volgens velen in Rusland, inclusief vele journalisten, en vooral natuurlijk Poetin en de Russische staat, is vrijheid van pers debet aan de ondergang, het verval van het Russische Rijk aan het begin van de jaren 90. Dus de acties van Gorbachev en Yeltsin, het perestroika, glasnost, het naar buiten toe opengaan van Rusland en het loslaten van de Sovjet-Unie wordt toegeschreven aan, deels in ieder geval, aan de toenemende vrijheid van media. Just the usual area where people live. Nothing like any troops. These guys for territorial defense. De oorlog in Oekraïne heeft van heel veel Oekraïners, met name Oekraïense mediamakers, oorlogsverslaggevers gemaakt.
ze opeens hebben ze kogelvrije vesten aan en helmen op en proberen zelf reportages te maken van dorpen in de buurt die kapotgeschoten zijn door het Russische leger. Proberen de waarheid te vertellen. En vaak ook in intense frustratie met die talloze buitenlandse journalisten die nu, meer dan 1000 journalisten uit het buitenland, die nu in Oekraïne werkzaam zijn. Een heel bijzonder element van de oorlog in media is de rol van waarheid. Er is een intense, diepe behoefte aan waarheid. En tegelijkertijd is in media waarheid altijd onderhandelbaar. Want er zijn zo oneindig veel bronnen van waarheid. En er zijn dus heel veel initiatieven die te maken hebben met de waarheid te achterhalen, te verifiëren, te staven, te fact-checken. Waarin feitelijke informatie, de controle van deze feiten, het debunken van de controle van de feiten en dan weer het bekritiseren van het debunken van de controle van de feiten zich opstapelen. We hebben al een deepfake gezien van president Zelensky zelf. Een hele ruwe en een hele cru deepfake, maar desalniettemin een versie die al na enkele minuten door Facebook en andere platformen offline werd gehaald. De controle van informatie en van waarheid is bijna onmogelijk geworden. Maar tegelijkertijd, en dat is ook het bizarre van deze situatie, hebben we meer toegang tot feitelijke informatie over deze oorlog dan in welke andere oorlog of gewapend conflict in de wereld ooit. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben veel meer toegang tot informatie, maar we hebben eigenlijk veel minder grip op de werkelijkheid. TMI, too much information. Je ziet zoveel van zoveel verschillende kanten, gemaakt door zoveel verschillende mensen, met zoveel verschillende belangen en vooral met zoveel verschillende heftige emotie. How did you find yourself on Ukrainian territory in Poltava Oblast? We were on drills near Voronezh and we were relocating closer and closer to the border. We were sent even closer to the border, as I understand it, and then we passed some fence, and because of the writings that were on that fence, I have understood that we were in Ukraine already. Pas vorig jaar werd de Nobelprijs van de Vrede uitgereikt aan onder andere de hoofdredacteur van een van de laatste onafhankelijke nieuwsmedia in Rusland, de Nieuwe Krant, de Novaya Gazeta. Dat juist hij tijdens deze oorlog heeft moeten besluiten om te stoppen met het maken van zijn nieuws. Omdat het niet meer de veiligheid van zijn mensen niet meer te garanderen was. Inmiddels zijn de media in Rusland tot 24 uur oorlogszenders geworden. Bijna alle entertainment is verdwenen van de Russische televisie. Het is eigenlijk permanente nieuws en talkshows over de oorlog of speciale militaire operatie. Want dat is de enige manier waarop Russische media over deze oorlog mogen praten. Войны, специальные военные операции неизбежны. Поэтому, поскольку и планы Верховного Главного Командования нам неизвестны, и как оно предполагает решить дальнейшие задачи тоже, но с некоторой вероятностью можно предположить... Het verhaal over Rusland als een imperium, een rijk, wat delen van Polen, de Baltische Staten, Oekraïne, Moldavië, Georgië en daar insluit. En wat uit elkaar is gevallen in de jaren 90, maar weer opnieuw opgebouwd moet worden, is het dominante verhaal in alle Russische media, maar niet alleen nu, maar het is ook het verhaal wat kinderen horen op de lagere en middelbare school. Dus om echt een ander verhaal te vertellen in Rusland, over Rusland en de Russische rol in de wereld, en met name natuurlijk nu tijdens de oorlog in Oekraïne, is ongelooflijk moeilijk en gevaarlijk. Maar ook dat laat weer zien hoe bijzonder het is dat journalisten dit blijven doen. Het onderschrijft maar weer eens dat journalistiek is geen baan.
Journalistiek is een emotionele betrokkenheid bij de wereld. Het is belangrijk om te erkennen dat in een leven en media controle over media nooit totaal is of kan zijn. Ook dat zien we in Rusland terug. Zoals een nieuwslezeres die een no war, geen oorlog teken op live televisie ophield. Mijn collega, de Russische premier, подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали. Een onvermijdelijk deel van oorlog in media is de horror van oorlog. Slachtoffers, vernietiging. En ook die beelden zien we. En je ziet dat professionele mediaredacties, nieuwsredacties die beelden zorgvuldig saneren, ons beschermen. Maar ja, zijn slechts één stem in het leven in media. Verreweg de meeste informatie die binnenkomt, komt ongefilterd binnen. En zo dichtbij, zo intiem, gemaakt door mensen zoals jij en ik, van een stad en van een gebied die lijkt op een stad en een gebied zoals we die gewoon hier bijvoorbeeld in Nederland zouden kennen. Waardoor die beelden veel heftiger binnenkomen, veel directer binnenkomen en van alles met ons doen en ons vaak ook aanzetten tot actie. Alle vormen van media, alle platformen zijn op de een of andere manier betrokken bij deze oorlog. Zelfs media die op geen enkele manier met oorlog te maken zouden kunnen hebben, zoals datingapplicaties. Denk bijvoorbeeld aan Tinder. Er duiken verhalen op van mensen in Oekraïne die opeens in hun dating-app profielen krijgen te zien van Russische soldaten. Het zijn ook jonge mensen die zich vaak vervelen, niks anders te doen hebben en op die manier contact zoeken. Tinder is eigenlijk wel een pikant aspect van dit alles, omdat Tinder ook actief is in Rusland. En Tinder is ook ingezet als protestmedium. Bijvoorbeeld mensen die betalen voor een datingapplicatie als Tinder kunnen zelf kiezen waar in de wereld zij op die app zijn. Dus je kan bijvoorbeeld als je in Amsterdam woont zeggen tegen Tinder: ik ben nu in Moskou. En dan word je gematcht met jongens en meisjes in Moskou. En als je dan gematcht wordt, zou je hun kunnen vertellen van: hey, weet je wel dat er een oorlog aan de gang is? Tegelijkertijd is dat weer heel ingewikkeld, omdat Tinder mogen alleen in Rusland actief zijn als ze voldoen aan de Russische wet. En de Russische wet zegt: platformen mogen in Rusland actief zijn als ze al hun gebruikersdata inleveren bij de Russische overheid. Heel veel media weigeren dit, zoals Telegram bijvoorbeeld. Maar Tinder heeft daar meteen ja op gezegd. Dus alles wat je op Tinder doet, komt uiteindelijk ook terecht bij de Russische overheid. Het is ook echt ontzettend belangrijk om te beseffen dat het internet geen wereldwijd medium is. Het internet is een lokaal medium. Dat zien we niet alleen terug in de manier waarop mensen online gaan, maar je ziet het ook in hoe de wereld eruit ziet als je op verschillende delen van de wereld online gaat. Als ik met mijn laptop in Brazilië online ga en ik kijk naar de kanalen waar ik altijd naar kijk, zie ik iets anders dan als ik dat doe als ik thuis in Amsterdam zit. Mensen in China zien een totaal andere wereld dan mensen in India of Pakistan. Waar de dominante hashtag online is pro-Poetin. En dan hebben we landen als Zuid-Afrika, India, Pakistan, Venezuela, Brazilië, Argentinië. Andere landen, andere delen van de wereld die niet zien wat wij zien. Of in ieder geval dat zien door een heel ander filter. En dat filter wordt niet alleen maar bepaald door hele slimme trollen en propagandamakers in bijvoorbeeld Rusland. Maar met name door de algoritmen van platformen zelf. Die uitvergroten wat mensen in een bepaald deel van de wereld zelf naar op zoek zijn. En mensen in verschillende delen van de wereld zijn naar verschillende dingen op zoek en komen dus ook verschillende dingen tegen. Het gaat zelfs zo ver dat als twee mensen hier in Nederland naast elkaar zitten en dezelfde app openen of hetzelfde intikken in Google, verschillende werkelijkheden terugkrijgen. En zo diep zijn eigenlijk algoritmen doorgedrongen tot het maken van werkelijkheid.
Soms gaan verhalen over deze oorlog daadwerkelijk de wereld rond. Zoals het verhaal van Andrei Kvilniuk, een zanger van een bekende Oekraïense band, die op straat gekleed in wapentuig onderdeel van de verdediging van zijn land een bekend Oekraïens volkslied zingt om mensen een hart onder de riem te steken. Het filmpje belandt online op TikTok, op YouTube, wordt opgepikt door muzikanten wereldwijd als een van de eerste door de Kifnis, een Zuid-Afrikaanse muzikant die het remixt. Чогось наша славна Україна зажурилася. Zo zie je eigenlijk dat op allerlei andere manieren, niet alleen maar door het nieuws en niet alleen maar door professionele mediamakers, maar gewoon door populaire cultuur eigenlijk het verhaal van deze oorlog ook verteld kan worden op manieren die ons, die het mogelijk maakt voor ons om betrokken te zijn. En dat is zo belangrijk, dat een leven in media is niet een leven van het consumeren van media die op je afkomen en dingen met je doen. Het is wel degelijk een leven waar wij middenin staan, waar wij ook iets mee doen. Tegen wil en dank, of we het nou willen of niet. Een leven in media kan je het gevoel van machteloosheid geven. Het idee dat je verzuipt in media, dat je zwemt in een oceaan van media. En hoe hou je jezelf drijvende? Hoe vind je nog waarheid? Wat kan je doen? Maar het bijzondere is dat juist leven in media jou ontzettend veel macht geeft. Elke klik die je maakt, elk kanaal wat je opzoekt, elk verhaal wat je leest, elke link die je doorstuurt, maakt een werkelijkheid en geeft jou dus een kans om mee te doen aan het vertellen van verhalen die misschien belangrijk zijn. Zijn eigenlijk helemaal niet machteloos. Plus, doordat we in media leven en de wereld in media, inclusief de oorlog in media, zo dichtbij komt, zo persoonlijk, zo intens en zelfs intiem voelt, is de kans ook veel groter dat wij en mensen zoals ons betrokken zijn bij die oorlog. Iets gaan en willen doen. Beelden zoals deze van Odessa in het zuidwesten in Oekraïne, waar een soldaat zijn liefje ten huwelijk vraagt, te midden van de verdediging van zijn land. Hoe mensen opstaan, zich verweren, proberen hun leven op te pakken, op allerlei andere manieren door te gaan met datgene waarin ze geloven, waar ze van houden en wat het allerbelangrijkste voor hen is. We hebben wel degelijk wapens. De wapens zijn onze smartphones. Er zijn onze apps. Er zijn onze kliks. En er zijn de verhalen die we vertellen. En er zijn de manieren die we hebben om mee te doen, om te voorkomen dat het verhaal van de agressor begint.